De derde ronde, een hele belangrijke overwinning hier in Zwolle. Ja, zo, zeggen. Dit was na de overwinning van vorige week op Feyenoord de volgende stap, de volgende finale. Klopt, ja. Ja, vorige week natuurlijk een hele goede overwinning en goed vervolg deze week. Ja, nu weten we dat we nog twee finales hebben. Ja, wie had dat twee weken geleden nog kunnen dromen? Jij? Mijn stoutste dromen misschien, maar niet, het was niet realistisch. Nee, wat gaf vandaag de doorslag, vind je? Nou, ik denk dat het van beide kanten niet zo goed was. Niet heel veel kansen. Ik denk dat wij misschien nog wel de betere kansen hebben gehad de hele wedstrijd. Maar hun hebben ook niet heel veel kansen gehad. Het was een slordige wedstrijd. En ja, ik kan niet één punt aanwijzen waar ik denk van, nou, dat gaf de doorslag. Ik denk dat we gewoon wel gevochten hebben tot het eind. En we hebben wel echt die drie punten over de streep getrokken, vind ik, met z'n allen. Dus dat is wel een compliment waard. Ja, zelf maakt je na lange tijd weer je rentree. Ik denk wel fijn dat je nu ook zelf een aandeel kan hebben in een succesje. Ja, tuurlijk. Je probeert natuurlijk. Je bent hier naartoe gekomen om te spelen. Ik hoopte dat mijn blessureleed eigenlijk voorbij was. Of tenminste een stuk beter was. Nou ja, toch weer geopereerd. En dan werk je toch weer opnieuw om terug te komen. En ja, dan is het toch weer lekker gewoon om op het veld te staan. En met de overwinning zeker in de fase waarin we zitten nu. Hoe lastig zijn dan die weken dat je eigenlijk vanaf de tribune of misschien wel vanuit huis moet toezien hoe lastig de ploeg het heeft? Dat is lastig, tuurlijk. Wat ik zeg, omdat ik terug ben gekomen om ook de club te helpen. En, dat is heel lastig. Alleen wil ik gewoon nu die laatste twee wedstrijden van waarde zijn. En misschien wel de belangrijkste twee wedstrijden van het seizoen. Dus ik hoop dat ik alsnog mijn steentje bij kan doen. Ja, het vertrouwen in de ploeg lijkt wel steeds meer te groeien. Ja, tuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, je wint eigenlijk heel seizoen twee keer. Ja, nu weer de twee op rij. En dan komt er toch wat vertrouwen, zeker bij de jonge jongens. En ja, dan zie je toch ook wel dat we goed kunnen voetballen. En dan zie je goede aanvallen ertussen. Ik wil niet zeggen dat we de hele wedstrijd goed domineren. Dat kan nog, moet veel beter nog over het geheel. Maar je ziet wel goede aanvallen, goede doelpunten ook vorige week. Dus ja, dan zie je wel dat het vertrouwen wat doet. Donderdag de volgende finale, Willem II. Een hele belangrijke. Ja, maar ze zijn nu alle twee belangrijk natuurlijk. Maar donderdag, ja, gewoon directe concurrent. Je moet winnen, dus. En je hebt het ook aardig in eigen hand nog. Nou ja, zeker als je donderdag wint natuurlijk. Dan heb je de laatste wedstrijd ook in eigen hand. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als je zo'n seizoen uiteindelijk nog positief kan afsluiten.